Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki te gast bij jubileumviering RK Bisdom. Ambassadeur Van der Zwan gedecoreerd tot groot officier in de ereorde van de Palm. Suriname maakt kans op betere beoordeling door Caribbean Financial Action Task Force. Justitieministers Antillen en Suriname slaan handen in één. Ministerie van Defensie hecht belang aan verbeterde immigratie en training personeel. En Commissariaat Noordoost en Jarige Burger gedenken senioren. Op donderdag 24 augustus was het precies 65 jaar geleden dat het Rooms-Katholieke Bisdom Paramaribo door de paus in Rome werd verheven tot een zelfstandige kerkgemeenschap onder gezag van een bisschop. Dit jubileum werd afgelopen week gevierd met een bijzondere dienst in de Sint-Petrus en Paulus-kathedrale basiliek. President Chandrika Prasad Santokki is deelgenoot geweest van deze bijeenkomst, die werd geleid door de bisschop van Paramaribo, Monsignor Karel Tjuni. De Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan vertrekt na een dienstverband van 3 jaar uit Suriname. De Surinaamse regering is de diplomaat erkentelijk voor zijn inspanningen in de hernieuwde relatie tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname. Als blijk van waardering heeft president Santokki de ambassadeur gedecoreerd tot groot officier in de ereorde van de Palm. De ceremonie heeft op vrijdag 25 augustus plaatsgevonden op het presidentieel paleis. Kijkt u mee naar het volgende verslag. Het is mijn eer om vandaag ambassadeur
Henk van der Zwan te decoreren. Ambassadeur, u heeft van 2020 tot heden als ambassadeur gediend in de Republiek Suriname. En u kwam in een heel moeilijke tijd aan in Suriname. Niet alleen vanwege de overgang van een bekoelde relatie met Nederland naar een hernieuwde relatie, maar ook omdat u in de piek van COVID-19 in ons land arriveerde. En desondanks heeft u veel arbeid verricht in het herstellen van de banden tussen Suriname en Nederland. Eigenlijk wel met een gevoel van, als je zegt tevredenheid, dat klinkt allemaal zo zelfgenoegzaam, maar ik geloof wel dat we heel veel hebben kunnen bereiken. De relaties tussen Nederland en Suriname zijn in een meer zakelijk, rustiger vaarwater terechtgekomen. De felle emotie is eruit. We zijn vrienden, dat wil ik benadrukken. We zijn niet zomaar twee landen die met elkaar relaties hebben. We zijn echt vrienden. En die vriendschap en die samenwerking hebben we de afgelopen jaren, 3 jaar, kunnen uitbouwen op allerlei terreinen. Sociale zaken, cultuur, defensie, juridische samenwerking, politie-samenwerking. Nou, ik vergeet er beslist wat. En daar kijk ik echt met voldoening op terug. Welk fundament laat u achter voor uw opvolger? Dit, precies. Want je moet nooit stil blijven zitten. Rust roest, zeggen we in Nederland. Dus je moet hieraan blijven werken. We hebben daar ook ons team op de ambassade voor uitgebreid. We hebben een douaneattaché, we hebben een defensieattaché, we hebben extra diplomaten aangetrokken. Om hier allemaal handen en voeten aan te geven. Want je mag nooit stilstaan. Je moet continu blijven werken daaraan. Mogen we verder kijken op de toekomst van uw diplomatieke carrière? Die is ten einde. Ik ga 1 september aanstaande, ga ik formeel met pensioen. Dan ga ik in Nederland wonen. Maar zoals ik net al zei in het dankwoord aan de president, Suriname is mij onder mijn huid gaan zitten. En wat onder je huid zit, dat raak je nooit meer kwijt. Dus ik kom zeker terug. Kunt u wat vertellen over de opvolging? Hoe mogen we kijken naar de toekomst van de relatie Suriname-Nederland en de opvolging op ambassadeursniveau? Zeer zeker. Er is reeds een kandidaat aan ons voorgedragen. Er is reeds agrima, dus toestemming gegeven voor de kandidaat om te mogen functioneren in die functie. Er zal natuurlijk de officiële plechtigheden moeten nog plaatsvinden. Onder andere de aanbieding van de geloofsbrieven. Ik verwacht dat we voor eind september dat rond hebben. Wij verwachten de kandidaat rond midden september in Suriname. En dan zal er een protocolair proces volgen van informatievoorziening en afspraken maken. Dan zal ik hem zeker even ontmoeten om een eerst overleg te hebben. En vervolgens zal er dan de aanbieding van de geloofsbrieven zijn aan de president. Ik verwacht dat dat is ergens rond de laatste week van september. Suriname kan in november een betere beoordeling krijgen van zijn inspanningen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nationale Anti-Money Laundering Commissie heeft de Caribbean Financial Action Task Force namelijk verzocht om 5 van 40 aanbevelingen die deze organisatie had gedaan opnieuw te bekijken. De Nationale Commissie heeft afgelopen week haar reguliere rapportage aan president Santokki gedaan. U hoort meester Roy Bajnat Pandey, coördinator van de projectimplementatieunit van het Anti-Money Laundering Programma. Maandelijks hebben NAMLAC en de Anti-Money Laundering PIO een meeting met de Anti-Money Laundering Steering Council. De Anti-Money Laundering Steering Council is het beleidsorgaan van de staat om beleidsbeslissingen te nemen over maatregelen die getroffen moeten worden ter versterking van het anti-money laundering regime van Suriname, zowel op het niveau van wet en regelgeving als ook maatregelen die moeten worden genomen om heel effectief om te gaan met wet en regelgeving,
door de instituten belast met rechtshandhaving en de instituten belast met het toezicht op de naleving van de wet en regelgeving. Wij als AML-PIO rapporteren maandelijks de progressie die is gemaakt tussen de vorige meeting en deze meeting. Dat documenteren wij ook. En de informatie die gedocumenteerd wordt, is informatie die we krijgen van de verschillende stakeholders. De stakeholders zijn vertegenwoordigers die ook acteren in een platform, het anti-money laundering platform. En ik moet zeggen, niet alle stakeholders zijn tijdig met het doen van een opgave van acties die zijn opgezet en die of reeds in uitvoering zijn gebracht of reeds zijn afgewikkeld, wat de resultaten zijn. Want op basis van wat aan de AML-PIU wordt aangeboden, leggen wij dat vast en bieden wij ons verslag aan de council om de progressie te zien of daar waar er stilstand is, dat te benoemen, zodat er besluiten kunnen worden om momenten van stilstand te passeren en acties te ontketenen vanuit de council om op het ministerieel niveau, op het niveau van de governor, op het niveau van het Openbaar Ministerie te verlangen dat er maatregelen worden genomen om door te stappen, om progressie te laten zien. Vandaar dat de council een samenstelling is van aan het hoofd de president en verschillende ministers, minister Financiën, minister Justitie, minister NH, minister EZ, minister Bibus, de governor van de Centrale Bank en de procureur-generaal. De ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Suriname slaan de handen ineen. De Antilliaanse functionarissen hebben van 22 tot en met 26 augustus een werkbezoek afgelegd aan hun Surinaamse collega van Justitie en Politie, minister Kenneth Amoxie. De missie is zaterdag afgesloten met de ondertekening van een intentieverklaring in de bankethal van Hotel Torarica. De bewindslieden hebben zich een dag eerder op dezelfde locatie gebogen over de gebieden van samenwerking. Wij hebben voor u de volgende samenvatting. Als wij onze krachten bundelen, kunnen wij de georganiseerde misdaad bestrijden. Dat is ook het doel van dit gesprek. Wij hebben goede afspraken gemaakt, waaronder afspraken op opleidingsgebied, waar wij samen zullen gaan werken, gegevens uitwisselen op het gebied van onder meer migratie en ook ter bestrijding van drugscriminaliteit. Daar hebben wij ook gesproken en bepaalde afspraken gemaakt. Het is zo, morgenochtend tekenen wij een letter of intent, een LOI, waarin wij ons commitment op papier zetten. In die zin dat wij ver op ambtelijk niveau, de professionals, samen zullen komen via een werkgroep om met elkaar onze afspraken verder uit te werken. En uiteindelijk, nadat er een officiële commitment is, dat wij dan over zullen gaan tot uitvoering hiervan. Ja, dat is correct. Ik kijk terug op een zeer vruchtbare vierhoeksoverleg. We hebben het gehad over verschillende onderwerpen die de politie aangaan, dus de samenwerking, maar ook het gevangeniswezen, migratieproblematiek, illegaal vuurwapencriminaliteit, jeugdcriminaliteit. Ik kijk eigenlijk terug op twee werkdagen, zeer productief. Gisteren hadden we dus echt het veldbezoek, waarbij we de verschillende afdelingen, de verschillende diensten een bezoek gebracht hebben. Zeer informatief, zeer inspirerend ook als je kijkt naar het werk dat het personeel verricht hier. Op het gebied van het gevangeniswezen, maar ook de politie. En vandaag hebben we dus bestuurlijk overleg gehad, waarbij we in ieder geval principeafspraken gemaakt hebben. Morgen ondertekenen we gezamenlijk een letter of intent, waarbij we de samenwerking in ieder geval een formeel karakter willen geven. Want wat echt naar voren komt, is dat we als landen, alle vierde landen, voor dezelfde uitdagingen staan. En als we gezamenlijk op
trekken om deze uitdaging het hoofd te bieden, dan staan we natuurlijk ook sterker. Ultimately, tomorrow we'll have a letter of interest that we're going to sign, and that's going to outline all the aspects that we discussed today and have those action points that we would like to take between now and our next meeting. Of course, we want to be able to engage in some agreements that is going to cement more of how we will work together and how we're going to work to combat crime. You know, one of the things we talked about is immigration and migration. We talked about the prison system and how we can support each other, our police departments, how we can support trainings. And all of these are really, really great aspects that we can benefit from collectively. Right, sharing knowledge and information is vital in dealing with criminal activities and wanting to address those. So I believe that we have successfully done that in these last couple of days and then in the meeting that we had today. Het ministerie van Defensie hecht veel belang aan het verbeteren van de dienstverlening bij de immigratieposten. Zo stelde defensieminister Krishnakumari Mathura tijdens een persconferentie op maandag 28 augustus. Voor de leiding van het departement is investeren in het personeel ook van cruciaal belang. De persconferentie had tot doel de samenleving te informeren over actuele ontwikkelingen binnen de organisatie. Minister Mathura zegt dat het ministerie zich laat leiden door het beleidsplan van Defensie, te weten nieuw tijdperk naar een krachtige, kundige en flexibele defensieorganisatie. In dit document zijn onder meer de prioriteiten van het ministerie benoemd. We gaan in leiderschap investeren en in het personeel. We gaan werken aan ons imago en het personeel gemotiveerd houden, aldus minister Mathura. Voor wat betreft de immigratie gaf zij onder meer aan dat er in de afgelopen 6 maanden ruim 140.000 personen via de formele wegen Suriname zijn binnengekomen. Daarentegen vertrokken er ruim 143.000 mensen. Minister Mathura zegt dat het investeren in defensiepersoneel van cruciaal belang is. Voor 2023 zijn er ruim 16 opleidingen geweest. Behalve de bewindsvrouw zijn ook bevelhebber Werner Kio Asen en de onderdirecteur financiën Jayan Bidesi ingegaan op zaken defensie rakende. De legeraanvoerder heeft de verschillende operaties en samenwerkingen belicht, terwijl de waarnemend directeur de aanwezige pers heeft geïnformeerd over aspecten op het financiële vlak. Het commissariaat Paramaribo Noordoost heeft in samenwerking met de burger Ben Oliveira een aantal senioren burgers een gezellige Bigisma Day bezorgd. Dit gebeurde op zaterdag 26 augustus op het terrein van het commissariaat te Combe. Bewoners van 6 bejaardentehuizen en diverse individuele ouderen werden hierbij in de bloemetjes gezet. De mensen mochten onder meer genieten van zang- en dansoptreden van diverse artiesten. Zowel burgervader Ricardo Bolla als de jarige Oliveira draagt de senioren een warm hart toe. Deze dag is natuurlijk een initiatief van mijn persoon en de heer Ben Oliveira. Er zijn twee momenten die we vandaag vieren. Eén, dat is natuurlijk op de eerste plaats en misschien wel het belangrijkste. Dat is de verjaardag van de heer Ben Oliveira. Een icoon, een living god in Suriname. Een man die al 16 jaar achtereen dit organiseert. En de afgelopen 15 jaar heeft hij dat elders gedaan. Maar afgelopen jaardag hebben hij en ik gemeend om deze dag vandaag op het commissariaat te vieren met een aantal burgers van Suriname. Natuurlijk is die groep veel groter dan wat u achter mij ziet. We hebben vandaag 400 seniorenburgers hier. Dat zijn wat mij betreft eerbare
eerbare burgers van Suriname. Want zo noem ik het, dat is mijn klassificatie van deze groep mensen. Mensen die hun sporen hebben verdiend, mensen die de basis hebben gelegd, mensen die de bouwstenen hebben aangereikt op datgene waarop wij nu lopen en waarop Suriname nu is gehuisvest. En we moeten deze mensen koesteren. We moeten deze mensen een onbezorgde dag geven in de laatste jaren van hun leven. Vandaar dit initiatief vanuit het commissariaat Paramaribo Noordoost en de heer Ben Oliveira. Wel, toen ik 60 werd, en, 3 weken voor mijn 60ste, ben ik beroofd thuis bij mij. Ik was mijn villa aan het bouwen op in Leonsberg. En mijn arbeiders hadden gezien dat ik $10.000 van de bank had gehaald om, om aan mijn aannemer te betalen. Diezelfde avond hebben 5 mensen die op me lijken, die hebben mij overvallen. En in het gevecht met die 5 heb ik dan eigenlijk gezworen van als ik in leven blijf, want mijn leven stond op dat moment op het spel. Dat als ik in leven blijf, ik mijn verjaardag ga opdragen aan seniorburgers. Al het geld wat ik dan verdien en de winsten die ik maak, gaat naar liefdadigheid. Dit jaar heeft de DC gezegd van ik ga jouw dingen ontarmen. We gaan het samen doen. Want ik ben namelijk de burgervader. Nou, dus vandaar dat ik in samenwerking met de districtcommissaris dit georganiseerd heb. Hij heeft de infrastructuur heeft hij geregeld en ik heb voor de rest gezorgd. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.